Morgen. Het is 2:30, waarom lig jij niet in je bed? Dat kan ik ook aan jou vragen. Waar heb je uitgehangen? Heeft Denise mijn boodschap niet doorgegeven? Denise heeft gezegd dat je bent gaan eten, niet dat je de hele nacht weg zou blijven. Ben je met die Brigitte van je naar bed geweest? Zoiets vraag je niet. Kun je daar soms niet tegen? Wat ik in mijn privéleven doe, dat gaat je niets aan. Schiet hem maar op naar bed. Nou, begrijp ik het. Jij mag mij ieder detail in mijn leven vragen, maar iets over jezelf vertellen, Homer. Er zijn bepaalde dingen in een verhouding die je niet met een ander bespreekt. Zelfs niet met je zus. Oh, het is dus een verhouding. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg alleen dat jouw vraag niet zo fijntjes was. Ik ben heel erg op Brigitte gesteld en over dit soort dingen spreek je niet zomaar. Het is net een manier is om te zeggen dat ik je met rust moet laten. Nee, dat is niet waar. Dat weet je net zo goed als ik. Waarom staan we hier nou eigenlijk ruzie te maken? Jij bent begonnen. Hé. Hey. Atena. Er is gewoon een verschil tussen dingen aan elkaar vertellen en je bezitterig opstellen. Je was sowieso boos geworden. Maakt niet uit wat ik gezegd had. Je had er gewoon de pest in. Of niet soms? Ik weet het. Ik ben ook niet altijd even subtiel. En ik ben te streng. En ik spreek de dingen niet goed genoeg met je door. En ik kijk veel te veel op de klok als je s'avonds laat thuis komt. Ik realiseer me gewoon niet dat je al volwassen bent. Voor mij blijf je nog altijd het kleine zusje waar ik zielsveel van hou. Sorry. Ik doe ook jaloers en bezitterig. Alles wat je net zei. Geef niet. Zullen we het maar gewoon vergeten? Ik weet het niet. Ik heb ontzettend zin in mijn bed. Morgenochtend vertel ik je alles over Brigitte. Morgenavond zou je de in hoogste eigen persoon ontmoeten. Wat rust. Wat rust. Ik zie je morgen aan het ontbijt. Hey. Hey, Peet. Toen ik zei dat je kon komen, dan bedoel ik ook aanbellen om normaal in een bed te gaan slapen. Moeten de buren soms denken dat de familie Albers en de gasten s'nachts buiten zet? Ja, al het licht eruit. Ik denk hier om een uur hier binnenkwam of zo. Nou in. Ja, uur de dag buiten toch niet iemand uit bed? Zoals het vroeg wel. Sorry. Ja, maakt niet uit, maar als ik zeg dat je altijd kan komen, dan bedoel ik dat ook. Er zijn geen openings- of sluitingstijden voor mijn vrienden. Hé, hey, kom op, hè. Ik ben er altijd voor als het nodig is. Jongen, je kan je toch wel voorstellen dat ik het vervelend vind om hier midden in de nacht binnen te vallen? Wat gezeik zeg, Peet. Hé, hey, kom op man. Wat moet ik nou nog meer doen om je te overtuigen? Dat weet ik veel. Ik ben gewoon niet gewend om mensen zoals jij om me heen te hebben. Het zou een leuke nacht geweest zijn. Dat kan je wel zeggen, ja. Wil je erover praten? Ik weet niet of dat wel kan. Hé, hey, Ma ligt nog in bed. Even een bakje koffie, kom op. Oh, lekker. Heerlijk. Ga jij echt een wereldreis maken? Hoe weet jij dat? Ik hoor alles wat er in deze tent gezegd wordt. Oh, dat is goed dat ik dat weet. Waarom worden meiden nou nooit voor zo'n reis gevraagd? Oh, als het aan mij lag, mocht je mee. Echt waar? Ik zie het al helemaal voor me. Exotische stranden waar je met een loveboot heen gaat. Hoeveel mannen zijn er aan boord? Tenminste voor elke dag één. Voor elke dag één? Wauw! Hoi. Hey Jan. Hey. Hoe gaat het met Petra en Thomas? Prima. Kan ik koffie krijgen? Tuurlijk. Dank je. En wat is er nou zo belangrijk dat je mij niet door de telefoon kon vertellen? Nou. En zeg het vooral zacht, want Mirjam heeft me net toevertrouwd dat ze alles hoort wat hier gezegd wordt. Heb je iets van Petra gehoord? Nee. En thuis is hij ook niet. Zijn vader schold me verrot toen ik opbelde. Volgens mij is het daar het een en ander afgespeeld. Volgens mij is er weer uitgeschopt. Waar zou die zitten? Denkbaar niet. Ik vraag me trouwens ook of Peter het paspoort nog heeft kunnen regelen. Ja, geen idee. Ik hoop wel dat het hem lukt. Shit, anders moet ik straks meteen toch een ander gaan zoeken. Ben, het klinkt misschien een beetje lullig, maar... Ja, ik vroeg me af als het met Peter niet doorgaat, hè? Of ik mee zou kunnen. Jij? Ja, je hebt me toch zelf ooit gevraagd, of niet soms? Ja, maar toen wist ik nog niet dat je getrouwd was. Wat zal Petra er wel niet van vinden? Je vindt het prima. Heb je het er al met haar over gehad? Zeker. Voor het geval dat met Peter niet doorgaat, hè? En weet ze dat je tenminste een jaar weg bent? Mm-hmm. Ja.
hebben het goed doorgepraat, alles afgewogen, we zeggen de flat op. En dan trekt zij bij de ouders in tot ik terug ben. En waar moet ze dan van leven? Schap op leeg. Ik stuur wel geld en zo. En ik denk dat Peter ook wel een baan zal zoeken als de moeder op Thomas past. En dan, als ik dan terug ben, hebben we zat geld over. Op een aanbetaling op een nieuw huis. Nou, als je denkt dat Peter niet op het laatste moment zal terug... Ben je gek? Het is me juist hartstikke goed. Ik geloof dat ik iets aan mijn oren heb. Ineens. Oh, laat ze uitspuiten. Schat. Oké. Als Peter niet meegaat, dan zal ik je aan Christian voorstellen. Dat is te gek zeg. Als ik mee kan, hè. Er zijn in één klap allemaal problemen opgelost, Emma. Zelfs als je moeder daar niet meer woont, kunnen we het er wel vinden. Zo moeilijk kan het niet zijn. Je moet alleen uitzoeken welke officiële instanties over dit soort zaken gaan. Wie zegt dat ik er wil vinden? Hoe zou jij het vinden als je moeder je bij mensen als de kelders had gedumpt en niet één keer even eens komen kijken hoe het met je ging? Toen ze eenmaal van me af was, wilde ze geen eens meer van mijn bestaan weten. Een echte moeder zou het dan niet aan kunnen zien als haar kind zo werd behandeld. Peet. Misschien wist ze helemaal niet hoe die mensen waren. Misschien is ze van plan geweest u op te halen, maar is iets gebeurd. Gewoon is er iets tussen gekomen. Hou met dat softe gelul. Ze is niet gekomen omdat ze er geen zin in had. Het kan er geen zak schelen. Dus waarom zou ik me druk om maken hoe het met haar gaat? Maar wil je niet weten wie je bent? Wil je dan niet vinden om te weten waar je vandaan komt? Wie kan dat nou wat schelen? Maar ik ga wel mee. Als jij niet kan, praat ik wel met haar. Weet je, kan je moeder toch niet veroordelen voordat ze de kans heeft gekregen iets uit te leggen? Weet je, eigenlijk ben ik best benieuwd. Hoe zou ze eruit zien? En waarom heeft ze hem dit aangedaan?